Starts for Water is een Europees project waar dat staat voor Science, Technology and Arts. En het is eigenlijk een project waarbij dat, men gelooft dat de kritische blik of de humanistische blik van kunstenaars eigenlijk kan bijdragen tot digitale innovatie in Europa. En dat wij die kunstenaars eigenlijk samenbrengen met die experts rond challenges of uitdagingen die één discipline alleen in deze wereld niet kan oplossen en die eigenlijk ook serieuze discussies vraagt. Wat mij aantrok in deze artistieke resistentie rond waterkapitalisme is dat we vandaag nogal zeer sterk op marktmechanismen vertrouwen om het watersysteem te gaan aansturen. Een zeer enge kosten-baatanalyse die worden gemaakt om te bepalen in welke investeringen we moeten inzetten, maar dat we eigenlijk wel beseffen dat het niet voldoende is om daarop te gaan inzetten en dat er ook nog andere waarden meetellen dan enkel de economische of de gebruikswaarde van water. Het heeft ook een morele, een esthetische en hedonische waarde. En dat vond ik eigenlijk zeer interessant om dan samen met Anna Ridder te gaan nadenken die wel sterk werkt op dat spanningsveld tussen waarde en geld, wat daar mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen zijn. My name is Anna Ridler and I'm an artist based in London. I work a lot with kind of technology as part of my practice and I'm really interested in kind of unpicking that technology to kind of understand how it's created. I'm interested in reflecting on and kind of exploring how water is managed right now. So it's not necessarily kind of being critical of different water management processes, but it's kind of thinking about the kind of role that water has in society at the moment and whether it's valued or not valued or how it works or doesn't work. And so that's kind of like what I've been thinking about and drawing out in kind of the various different aspects of my project from the research through to kind of like the final piece. I'm really trying to explore the different ways that kind of water maybe interfaces with different forms and different kind of aspects of kind of capitalism. Ik herinner mij de eerste gesprekken waar Anna heel veel vragen had, waar we samen probeerden te vinden wat kan dat nu betekenen, de waarde van water, de prijs van water, hoe wordt dat bepaald, wat is de invloed van klimaat, weer op de economie, op de prijs van water, op de waarde van water. Dus je vertrekt eigenlijk met een paar vaste gegevens, iedereen deelt wat informatie. En wat ik heel interessant vind, is om dan te kijken welke elementen van die informatie capteert zij nu en wat doet zij daarmee. En dan zie je dat eigenlijk mensen zoals Anna eigenlijk net heel andere dingen daarmee doen dan dat jij daarmee zou doen vanuit je eigen persoonlijke achtergrond. En dat vind ik wel heel interessant om te kijken van oké, als je vertrekt van een hele hoop informatie, wat zijn de dingen die eigenlijk mensen stimuleren tot anders denken en tot connecties leggen? I've always been interested in different systems around capitalism, around finance, around money, around value. And because they're very human created systems, and I'm really interested in how that then kind of like what happens when that hits the natural world. And I've worked a lot with plants and flowers, and so working with water was a totally different way of kind of approaching this, but really, really interesting. Het is niet anders met energie of met water. Dat zijn echt topics die alle mensen aanbelangen, die cruciaal zijn voor onze maatschappij en waar de burgers ook inspraak moeten hebben. En zeker ook via het werk van kunstenaars. We brengen via cultuur belangrijke topics naar voren en ook de rol die technologie en wetenschap spelen in die toekomstige maatschappij. In het multidisciplinair team hebben wij zowel mensen vanuit de technologiekant als zijn de mensen vanuit de economische kant. En ik vind het bijzonder fascinerend om die werelden met elkaar samen te brengen en mensen ook vanuit het ene domein te triggeren, eigenlijk vanuit het andere. En ik was vooral benieuwd eigenlijk hoe je dan eigenlijk dat toch wel ja, hardcore economisch denken combineren met die creatieve insteek. In de bedrijfswereld ben je natuurlijk altijd bezig met heel concrete projecten. Je hebt ook niet altijd heel veel tijd om na te denken op een iets abstracter niveau, zeker in de businessontwikkeling. Dus zo'n traject meevolgen inspireert natuurlijk ook wel. I'm constantly trying to look at the world and kind of articulate how it is in a maybe a different way. So I think there are really strong kind of like conceptual parallels between kind of like art and science, or at least how I approach my work in science. Op bepaalde momenten is dat uitdagend om daar die samenwerking op te zetten, omdat je
Je zit in verschillende leefwerelden. Het is in eerste instantie is het een uitdaging om een gemeenschappelijke taal te vinden. En dat was eigenlijk zeer verrijkend. En dus met de meeting die we dan vandaag hadden gehad, wat dat dan het sluitstuk is van al die puzzelstukjes mooi in elkaar. En is er dus eigenlijk een gemeenschappelijke taal ontstaan. En zijn ook, ook mijn gedachten verruimd over hoe dat we zaken kunnen aanpakken.